vandaag te stemmen? Dus zo snel mogelijk gaan stemmen. Er is alle mogelijkheden. We hebben de COVID-19 regels aangenomen. Dus men hoeft niet te vrezen. Je kunt gewoon naar je stembus gaan, je oproepingskaart, ook met ID gewoon. Dat weet u ook. Al heeft u oproepingskaart niet, u gaat gewoon met uw ID. U komt, u stemt en u maakt de beste keuze die er is. Ik heb op de NDP gestemd, ja. Okay, hoe zit je dag er verder? Nou, we gaan zoveel mogelijk stembureaus langs om te kijken hoe de mensen en hoe de opkomst is. Wij willen dat elke kiezer zoveel mogelijk opkomt om te stemmen en sowieso zijn beste keuze maakt. Je weet hoe het werkt. Als je goed voorbereid bent, ben je in je stel niet zenuwachtig. Dus we waren goed. De gemoedstoestand was prima. En we gaan ervoor. Dank u wel. Ik ben hier om dienstbaar te zijn. Welkom dat mij gevraagd wordt. Als het positie is of een functie is. Daar ben ik altijd bereid voor. En je weet, ik heb me altijd dus daar nog opgesteld. Als ik maar een bijdrage kan leveren. Charmant van de VHP en die is zodanig overtuigd dat wat VHP betreft in Wanica dat ze het al helemaal hebben en hetzelfde voor Paramaribo. Hoe voelt u zich, meneer Adine? Dus als je bedoelt, hey, ze ja, hebben het niet ze helemaal. Hebben het al helemaal. Daar hebben ze hun ene zetel binnen. Zo ziet u dat zo? Echt één zetel? Ik hang ervan wat hij binnen ziet toch? Nee, hij geeft dus duidelijk aan voor wat Paramaribo en district Wanica betreft dat de VHP al helemaal boven de NDP zit. Dat is zijn prognose nu. Ja, dan weet ik niet van waar hij zijn prognose gemaakt heeft. Als mensen in het veld gaan en we gaan huis aan huis en we zien, we praten met de mensen, dan is de overtuiging ook daar. Ik weet niet of hij de juiste mensen gesproken heeft. Maar als hij alleen in zijn eigen partij gesproken heeft, misschien is dat de overtuiging. Maar we zullen zien wat het wordt. We zullen zien wat het wordt. Dank u wel. VP vanuit verschillende hoeken is kort voor de verkiezing nog de indruk gewekt dat die verkiezingen niet door zouden gaan, uitgesteld zouden worden. En nu staan we hier. We zien een ander bewijs, om het zo te zeggen. Wat hebt u te zeggen daarover en hebt u een boodschap voor zij die nog moeten gaan stemmen en twijfelen? Ja, kijk, COVID is altijd ons, we zijn alert op wat betreft COVID en we gaan altijd ervan uit dat er een zekere mate van dreiging is. Maar we hebben gezien gisteren ook dat is onder controle. En als de zaak onder controle hoeft het Surinaams volk niet te vrezen. We hebben geweldig gemanaged op dit moment dat we van die ene case met alle mensen die getraceerd zijn terug hebben gebracht. In quarantaine hebben geplaatst, de mensen dat hebben laten uitzieken. Wat is gebeurd? We zijn op nul beland, toch? Dus ook in dit geval gaan we er bovenop komen. Dus nu is er geen vrees. Men moet niet vrezen. Kom gewoon op. Stem, toch? Breng uw stem uit. En dan zullen we na 25 mei, na vandaag kijken hoe we verder gaan.